De werksfeer in ons team is heel gezellig, informeel. We weten wat we aan elkaar hebben, maar we kunnen er ook voor elkaar zijn in de moeilijke tijden. Mijn naam is Lindsay, ik ben allround magazijnmedewerker bij DSV. Momenteel sta ik bij de baliedienst. Hier komen alle chauffeurs, zowel lossende als ladende chauffeurs, die melden zich. My name is Martin, I'm 27 years old. I'm working for DSV over 2.5 years. And I'm a warehouse operator with special tasks as a buddy. It means that I have to train people, I'm backup of my team leads. My name is Thomas van Bezel, I'm 34 years old. I work here from February 2019. I started as a normal operator, as a picker. And then I get the question if I want to learn something about inbound. Mijn dagelijkse taken bij de baliedienst zijn chauffeurs helpen, ritten aanmaken en de loods inlichten dat er een chauffeur naar een bepaald dokje komt. The thing what I really like the most of my job is to work with the people, to manage them, to help them, to find the best solution that everybody has a good work environment. What I like in my job that I can face new challenges. I can also meet new people from different sides of the world. Om voor DSV te werken vind ik persoonlijk heel erg leuk. Het is een groot bedrijf, maar wel een informeel bedrijf. Ik zou anderen aanraden om bij DSV te komen werken, omdat het gewoon heel gezellig is. Als je in de loods werkt, heb je eigenlijk heel de dag het idee dat je cadeautjes in staat te pakken. Iedereen, alles wat wij inpakken, dat maakt een andere opening. Hé, het is er, yes! For me it's a really unique employer, because I have here a lot of possibilities to grow, to get the promotions. I see my future here, because this company is growing, so I can grow with the company. So in DSV we have a lot of career opportunities. So it means that when you start as order picker, you can become a buddy as I am. After that you have the opportunity to grow to be team lead. Je kan binnen DSV op verschillende plekken beginnen. Je kan in de valactiviteiten beginnen. Dat is gewoon het ompakken van artikelen of het opnieuw bestikken van artikelen. Je kan beginnen als order picker en je kan ook beginnen op de endcontrole. In 5 years I see myself still on DSV. I'm already busy to the next step for team leader. And I hope soon there will be a position free that I can apply for it. Als een sollicitant hier voor het eerst komt, nou, dan verwelkomen we hem natuurlijk en dan gaan we met hem in een gesprek. Ze hebben een interview met hem. We hebben een kleine test, logistieke test. Laten hem wat meer zien over hoe het werk hier gaat bij DSV. Ook een beetje over regels, veiligheid. En dan gaan we kijken of tot we een passende baan voor hem kunnen vinden bij DSV. I can say only positive things about Randstad. In the beginning I was new here, I had a lot of questions and there was always somebody. One person who I can ask, also by email or by phone. Ik ben door Randstad begeleid in die 4,5 jaar eigenlijk super. Iedere vraag die ik had, kon ik gewoon stellen. Ook al was het in het weekend, je kon ze gewoon bellen. Dus super tevreden.